Welkom bij CoDrive. Leerdoel van deze video is terreinkennis opdoen voor het examencentrum van Contig. Hier is het gebouw voor ons en we gaan er direct aan beginnen. De parking voor het gebouw. Waar zijn we nu? Het examencentrum bevindt zich in een industriezone. Op zich geeft dat niet meer informatie. Maar we zitten wel buiten de bebouwde kom. Goed. Verlaten de parking. We kiezen er eens voor om links af te draaien. Voilà. Oké. Aan de linkerkant is het oefenterrein voor de vrachtwagens. Oké. En we zijn vertrokken. Dus zoals gezegd, 70 maximum buiten bebouwde kom. Uiteraard aangepaste snelheid is het belangrijkste. Bochtjes nemen. Niks speciaal hier. Hier hetzelfde, bochtentechniek. Mooi rechts blijven in de bocht. Aangepaste snelheid. We gaan E19 volgen, linksaf. Stopbord rechts is zichtbaar, maar is niet van toepassing. Fietsers rijden door het rood. Niet van toepassing, want het groene licht overrolt dat. Hè? Alright. Voorrangsweg in inhaalverbod. Nog steeds buiten bebouwde kom. Fietser voor ons moet weg, dank u. Ja. Oké. Eerste straat rechts, meestal op het rijexamen. Veel mensen durven niet omwille van de pijl hier, maar dat is voor vrachtwagens, die mogen er niet in, wij wel. Wij draaien af. Dode hoekcontrole zie je niet, maar doe ik wel. Zo'n 3,5 ton. Bebouwde kom Contig binnengereden. 50 op de grond geschilderd. Fietser. Ja, die heeft voorrang, maar die laat mij door. Oké, goed. Voorrang van rechts wordt hier getest. Ik pas mijn snelheid aan, ik kijk, u ziet dat niet, maar ik kijk goed naar rechts. En ik beslis en ik rijd door. Na de beslissing doorrijden. Je mag over de parkeerstrook rijden. Hier zijn een drietal kruispunten met voorrang van rechts. Hier is er nog eentje. Slecht zicht. Afwachten. Kijken. Beslissen. En hier de laatste. Gas los naderen. Vertragen. Tweede versnelling neem ik. Obstakel, linkse spiegel, pinkerop. Opschuiven. Rechtse spiegel, pinkerop. Opschuiven, gaan rechtsaf. Geen verkeersborden. Voorrang aan rechts, niet aan links. Ik kijk wel naar links. Korte bocht. Nog steeds binnen bebouwde kom. Vlotjes doorrijden als het kan. Rond de 50. Zonder verkeersbord, dus ik mag 50 erover, maar ik zit wel met een voorrang van rechts. Dus ik wacht af, kijk rechts en ik beslis. In de verte, bordje, smalle doorgang. Tegenligger heeft voorrang, geen tegenligger te zien. Pas snelheid wel aan natuurlijk. Oversteekplaats, fietsers heb ik voorrang, maar ik ben altijd voorzichtig. Alright, zebrapad, niks te zien. Gas geven. Op het einde van de straat moeten we linksaf. Dus eerst de bocht nemen. Het blauwe bordje met de witte pijl zegt waar we moeten rijden. We moeten naar links, dus we gaan links tegen de middenberm staan. Hier, links tegen de middenberm. Heel belangrijke opmerking. Plaats op de weg uitwijken naar links. En ik mag doorrijden, want ik zie niks van rechts komen. Nog steeds bebouwde kom. Fietssuggestiestrook. Mag je of moet je gewoon oprijden? Zebrapad rechts, links checken, gas is al los. Alright. Nog steeds fietssuggestiestrook, geen probleem. Volle witte lijn aan de rechtse kant op de baan. Ik zie een zebrapad. Ik weet niet of er voetganger rechts staat. Ik pas mijn snelheid aan. Oké. Op de grond zie ik een X, voorrang van rechts. De witte lijn stopt. Afwachten, rechts kijken.
doorrijden. Zebrapad, auto rechts voor het zebrapad, ik zie niks, wachten, kijken, doorrijden. Witte lijn stopt rechts op de grond, dus daar is een voorrang van rechts weer, een kruispunt aan het witte huis hier. Ik zet hem graag even in het tweede, zebrapad. Oké. En dan komen we zo dadelijk het centrum van Kontich binnen. Zebrapad, oké, kruispunt, zone 30. Ik respecteer mijn zone 30. Heel gedisciplineerd. Zebrapad vrij. Zebrapad dat bijna weg is. Kruispunt, geen borden, voorrang aan rechts. Ik verwacht een auto of een bestuurder van rechts. Ik kijk al naar rechts. Ja, ik zie niks, dus ik mag doorrijden. Zo, 30 op de grond zie ik hier staan. Zebrapad bijna vervaagd weg. Straatje rechts hier, voorrang van rechts kijken. Oké. Smalle straat. De straat wordt smaller en smaller met de geparkeerde auto's. Indien nodig mag hier uiteraard stoppen als er een tegenligger komt of weet ik van wat. Neem geen risico's. De stoeprand gaat hier naar beneden aan de rechterkant, dus daar is weer een straatje. Niks te zien, oké. Zebrapad bijna weg. In de verte weer een drempel zonder verkeersbord. Twee zebrapaden, goed scannen links en rechts. Madame, mevrouw heeft is geen gevaar voor mij. Oké. Goed. Wat gaan we doen? We gaan de tweede straat rechts nemen. Dus niet hier voor dat huis, maar daarna, waar de fietser uitkomt. Ik kijk al een paar keer in mijn rechtse spiegel. Zebrapad, oké. Goed. Echt het centrum van Kontich hier eigenlijk, het gemeentehuis aan de rechtse kant. Nog steeds 30, hè? Zone 30 nog steeds. Smalle doorgang, hè? Dus smalle straat. Geparkeerde auto's aan beide kanten. Geen risico's, desnoods stoppen. Fout die hier veel gemaakt wordt, is dat er te veel rechts wordt gereden. Gevaarlijk dicht bij de geparkeerde auto's, hè? Dus ik, je ziet het, ik pas mijn snelheid wat aan. Alright. Auto voor mij gaat parkeren, verkeersinzicht. Afstand houden, er niet naartoe rijden, rijdt het gat niet dicht. Ondertussen zie je aan de muur rechts dat je voorrang hebt op het kruispunt. Alright, die is weg. Ik ga er niet op wachten totdat die helemaal geparkeerd is. Ik heb voorrang. Hier weer een zebrapad. Niks te zien, is goed. Voorbij het zebrapad op de grond links begint een zone 30 voor de tegenliggers. Je ziet daar ook een bordje aan de linkse kant. Hier rechts onder de boom zie je voor ons einde zone 30. Als je dat bordje dus rechts niet ziet, kijk dan naar de grond links of naar het bord links voor de tegenliggers. We verlaten Kontich Centrum. 50. Drempeltje, maar geen bord, dus mag 50 overrijden. Hier hetzelfde. Geen bord, ik mag 50. Ik zie er wel een octopus, maar goed. Zebrapad, oké. Ik heb voorrang volgens het bord, B15. Daar verderop weer een drempel, geen bord. Ik mag 50, maar ik doe dat niet. Kies dat zelf. Ik heb voorrang ten opzichte van rechts, zie ik hier. Alright. Rijstroken op de grond. We gaan aan het einde naar links, dus hier nog niet over de windpijlen. Hier wel. Linkse spiegel opschuiven naar links. Pink erop. Einde bebouwde kom Kontich, zie ik hier rechts. En dat klopt ook. We komen op de grote baan terug. Aan de overzijde zie je de pijlen. Brussel, Mechelen rechts. Maar wij gaan naar links. En we wachten tot het groen is. De haaitanden op de grond die zijn niet van toepassing omdat de lichten werken. Hè? Dus daar hou ik geen rekening mee. Als ik groen licht krijg, ga ik gewoon linksaf. Waar ik wel op let is naar eventueel fietsers aan de overzijde daar. Die zouden oversteken op het moment dat ik linksaf ga. Daar ga ik dan wel voorrang aan geven. Goed, groen licht. Er zijn al wat fietsers. Voilà. En dan ga ik onmiddellijk rechts hier. Onmiddellijk rechts. Rechts de spiegel.
nog eens rechts de spiegel. Ik mag naar rechts, vrachtwagens niet. Ik wel. Geen valstrikken in het examen. Het zebrapad is vrij. Hier ga ik terug. Uiteraard rechts, kan niet anders. Zone 30 begint hier. En hier ga ik naar links. Dus ik ga weer links staan tegen de stoeprand. Kijk naar rechts voor de voorrang. Niks te zien. Bebouwde kom komt hij hier rechts. Op de grond nog eens zone 30. Dit is ook interessant. Hè? Je komt obstakels tegen, geparkeerde voertuigen. Ga daar niet direct achter staan als er tegenliggers komen. Hou afstand. Kijk in je linkse spiegel. Pinker op naar links. En ja, mooie afstand van de geparkeerde auto's houden. Hè? Zone 30. Voilà, ik ga hier terug rechts. Rechts de spiegel. Voilà. Ik heb niet gepinkt, maar goed. Zone 30. Heel lange zone 30. Fietsers, houd daar alstublieft afstand van. Hè. 10, 20 meter graag. Hè. Voorrang aan rechts, ik zie weinig, dus ik wacht. Oké, niks te zien. Komen de gemeente Hoven binnen rechts, hier zie ik. Op de grond nog eens 30. We bouwden Komhoven rechts aan, aan de paal. Voorrang aan rechts, ik zie niks, dus ik stop bijna. Hè. Ik stop bijna, want ik moet echt voorrang kunnen geven als er op hetzelfde moment een bestuurder van rechts komt. Hè. Hier hetzelfde, je kijkt naar de grond, hè, dan zie je de stoeprand verdwijnen. En in de plaats is er een straat. Oké. Laat u niet verrassen, ik laat me niet verrassen. Voorrang aan rechts is voorrang aan rechts. Hè. Dan moet je aanbieden, snelheid voldoende aanpassen. Na de check rij je gewoon verder natuurlijk. Zone 30 herhaling. Dus ja, dat is discipline. Dat is een heel lange straat, zone 30. Nodigt uit tot 50, maar hou het gewoon op 30. Tegenligger, die zal opzij gaan. Dus ik ga hier niet remmen voor hem. Voilà, die gaat opzij. Oké. Nog steeds zone 30. Zebrapad is vrij. Op de grond links zie je weer 30 staan voor de tegenliggers. Dus ergens zal het voor ons wel eindigen. Haai het dan op de grond. Fietspad op de grond. Dus even opletten. Vierde straat. 1, 2, 3 en 4. Dus rotonde verlaten. Pinken naar rechts. Dode hoek rechts. Fietspad. Hè. Fietsers op de grond zie je het ook. Fietsers hebben voorrang. Wij hebben haai het dan bij het afrijden van de rotonde. Nog steeds zone 30, maar daar is het gedaan. Dus ik laat duidelijk mijn snelheidsverschil zien. Voilà, 30 gedaan. Ik geef gas. En ik bouw op naar 50. Ja, geen geparkeerde auto's op mijn rijstrook. Wel op een parkeerstrook rechts. Dus dat wil zeggen, als er een tegenligger komt, moet de tegenligger aan mij voorrang geven. Want de auto's links staan wel op de straat. Alright, komen we terug op het kruispunt met de grote baan met verkeerslichten. We gaan naar links. Hier worden heel vaak fouten gemaakt. Schuin kruispunt, aan de overzijde is er een straat, een Solana Hair Team. Die zone 30 daar, waar die witte auto in rijdt. We moeten zorgen dat we op dit kruispunt mooi rechts blijven. Mooi rechts en dan pas scherp naar links afdraaien. Tegenliggers moeten namelijk links van ons kruisen. Wij blijven rechts van onze tegenliggers, als er tegenliggers zijn. Dit is een heel onnatuurlijke manier om dit kruispunt te nemen, maar we gaan dat toch doen. Dus we rijden naar die zone 30 en dan draaien we af. Een zeer vreemde manier, maar goed. Oké, zo moet het dus. Ik zie rechts weer een bordje einde bebouwde kom Antwerpen en 70 km per uur. Dus ik bouw op naar 70. Bocht. Voorrangsweg. Wegversmalling. Ene rijstrook valt weg.
voorligger gaat dragen opzij. Oké. Rood licht, gas is los. Afwachten. Mijn rijstijl is om zo weinig mogelijk volledig te stoppen. Dus ik ga mijn snelheid heel vroeg en geleidelijk afbouwen. Zodanig dat de kans klein is dat ik helemaal moet stoppen. Dus de laatste 20 meter rijd ik 10 per uur. Met wat geluk wordt het groen terwijl ik nog in beweging ben. Lukt niet altijd natuurlijk. Maar de eerste versnelling dus, voilà. En dan terug weg. Dit is terug de baan richting het examencentrum. Voorrangsweg. Verder op links aan de verkeerslichten. Je ziet hier een rijstrook in het midden. Dat is niet echt een rijstrook. Altijd links de spiegel kijken. Links de spiegel kijken. Dan pas een beslissing nemen om voor te sorteren. Het is niet omdat dat in het midden geen rijstrook is, dat er geen achterligger gebruik van kan maken. Altijd zijspiegel gebruiken. Altijd voor je naar het midden uitwijkt. Always. We gaan richting Lint, Kontig Kazerne. Rechts van ons is de Colruyt, auto's Segers. Dus richting Lint, Kontig Kazerne, ook populair voor het rijexamen. Hier ook een paar tegenliggers. Ik probeer mijn plaats goed in te nemen, niet te ver doorrijden, hè, dat de tegenligger nog plaats heeft. En dan draaien we af. We kijken naar de rechtse kant. Dan zien we bebouwde Kom Conti beginnen. En hier op de grond zien we nog eens die 50 staan. Rechts zien we dan een blauwbord drempel. Blauwbord is geen officiële drempel. Dus ik mag sneller dan 30. Maar ik pas mijn snelheid wel aan. Dus ik rij eigenlijk toch 30. Omdat hij nogal steil was. Ik heb voorrang op de fietsers hier, want er is een oversteekplaats voor fietsers. Daar heb ik voorrang. Alright, 50 op de grond nogmaals. Bocht. Niks speciaal hier. Straks komt het. Blauw bord rechts. Verhoogde inrichting, maar je mag er sneller dan 50 over, omdat er geen rood bord is van verhoogde inrichting. Ook hier oversteekplaat fietsers. Ik heb voorrang. Op de grond weer 50. Dan het rode bord. Verhoogde inrichting is maximum 30. Op het eerste kruispuntje links hier heb ik voorrang. Dat is meestal wel zo. En maar hier moet ik voorrang aan rechts geven. Die komen van rechts, dus ik laat die door. Voilà, niks van rechts niet meer, dus ik rijd door. Maximum 30 op de verhoogde inrichting hier. Right. Dan rijd ik verder. Hier mocht ik terug 50. Zebrapaden achter de camionet links. Voorzichtig. Ik ben hier ook. Oké. Goed. Eerste rechts hier op het rijexamen. Rechtse spiegel een paar keer checken. Als voorbereiding. Dode hoekcontrole bij het afdraaien. Hier staat een zone 30 bordje, het is niet in de camera te zien, denk ik, zone 30. En dan op het einde moeten we links, opgelet met de geparkeerde auto's hier weer. Rij voldoende naar het midden toe. Einde zone 30, we gaan naar links, zebrapad. Omgekeerde driehoek, spiegel aan de overkant. Spiegel aan de overkant helpt ons. Dus ik geef voorrang, er komen wat auto's van links, van rechts niet. Nog één, voilà. Ik draai af naar links. De Koulei, is dat hier de Koulei? Alright. Geen borden voor de drempels, dus ik mag er sneller dan 30 over als het veilig is. En hier deze neem ik bijvoorbeeld aan 37.
en dan weer een beetje durven vlot rijden. Gas los soms, hè, gas los, drempel. Het lijkt een kruispunt te zijn met voorrang van rechts. Dus we passen de snelheid aan, maar het blijkt er eigenlijk geen te zijn. Ja, kunnen we niet op voorhand weten. Hier een blauw bord, drempel, mag ik sneller dan 30 over. En ik doe dat ook rond de 40. Dit is een belangrijke bordje dat ik voorrang heb aan die gele paal. En daaronder afbuigende voorrang. De bocht naar links is de voorrangsweg. Ik hoef aan niemand voorrang te geven. Het is een voorrangsbocht eigenlijk. Dus die straten van rechts heb ik voorrang op. Daar zie je hetzelfde. Het is een S-vormige bocht. Afbuigende voorrang noemen ze dat. Dus richting de brug links. Dus ik pas uiteraard wel snelheid wat aan. Maar ik heb voorrang. Het is eigenlijk gewoon een bocht volgen. Alles dat van rechts komt, moet voorrang aan mij geven. Goed. Zebrapad. Achter de boom hier kontig en de bebouwde kom. En dan gaan we Lint. Hier weer die afbuigende voorrang. Bebouwde kom Lint. We hebben voorrang in de bocht. Goed. En hier is het weer 50. Zebrapad, maar niks te zien. Hier rechts nog een bordje, ik heb voorrang. Bushalte rijden we gewoon over. Ik heb voorrang, dat zie ik hier aan de rechterkant. Scherp bochtje, snelheid aanpassen. Zebrapad, oké. Voetgangers, geen gevaar. 50. Voetgangers, geen gevaar, die zijn aan de kant. Daar een bocht, vrij scherp. Ik ken het hier officieel niet, dus ik pas mijn snelheid weer aan. Rustig het bochtje. Direct rechts, ik heb voorrang. Ik zie het aan dat bord rechts en aan de haaitand op de grond rechts. Hier weer zo.